Goedemiddag. Bij het spoor wordt er 3 dagen lang gestaakt. In China is de politie massaal aanwezig op straat om protest tegen het zero-covid-beleid de kop in te drukken. En de Rode Duivels kennen een woelige voorbereiding op de wedstrijd van de laatste kans tegen Kroatië. Pendelaars waren gewaarschuwd. Om 22:00 gisteravond zijn de spoorvakbonden begonnen aan een 72-uren staking. De vakbonden vragen meer investeringen in het spoor en klagen het personeelstekort aan. Op deze manier kunnen we geen goede dienstverlening verzorgen, zeggen ze. Door de actie rijdt maar een kwart van de treinen vandaag. En ook morgen en overmorgen wordt er nog hinder verwacht bij het spoor. Ik wacht hier al ongeveer een uur. Ik moest van Lier naar Antwerpen Centraal. Normaal duurt dat maar 15 minuten. En momenteel doet dat een uur. Vind ik een beetje schandalig, maar ja. Dat ze dat op een andere manier onder grieven uiten. Hè. Maar toch niet de mensen in moeilijkheden brengen. Hè. Tijdig op hun bestemming geraken is toch nog altijd de hoofdbekommernis van de pendelaars hier in Berchem station vanmorgen. En dus is er niet altijd veel begrip voor de staking van de spoorbonden, die vooral meer personeel en meer investeringen willen. Nochtans is het in hun eigen belang, klinkt het aan het piket. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de reiziger weet dat wij dit ook voor grotendeels voor hen doen. Want het is ook voor hun dienstverlening dat wij eigenlijk staken, dat wij hier staan. Het is voor hen dat ook, zij hebben daar veel meer baat bij, dat er genoeg personeel is, dat er deftig materiaal is. Want die mannen werken hard. En als ze personeel tekort hebben, dan moet er personeel komen. Dat is zo simpel. Maar het is niet de eerste keer dat er gestaakt wordt. En het vooruitzicht van maar liefst 3 dagen spoorellende zorgt voor moedeloosheid. Ja, want het is overal dat er eigenlijk meer personeel nodig is en meer investeringen. Dus ja, dat is overal het probleem. Ik weet niet of ze het nog gaan kunnen oplossen. Ik heb nu een sollicitatiegesprek van werk en dat is heel belangrijk. En ik was gebeld het was niet zo... plezant om te vertellen dat de trein gaat staking en ik zou 30 minuten te laat of meer. En ik vind het niet zo best, nee. Ja, het is precies om de 2 weken, volgens mij. Nee? En daar is uw trein. Ja, nu ben ik blij. Dag Matja Stelz, jij bent nog altijd aan het station Antwerpen-Berchem. Voor ons 1 op de 4 treinen rijdt. Welke treinen zijn dat dan? Kan je daar iets over zeggen? Wel, Wim, vandaag rijden maar 2 op de 5 van de zogenaamde IC-treinen. Dat zijn de treinen tussen de grote steden. Voorts rijdt er maar 1 op de 4 van de voorstedelijke treinen, de zogenaamde L- en S-treinen. En ja, de P-treinen, de zogenaamde spitstreinen, die zijn voor het grootste gedeelte afgeschaft. Maar ik heb hier Ramses Noffels van het ACOD Spoor. Dat is een van de grote vakbonden die deze staking vandaag mee organiseren bij me. Ja, goedemiddag, Ramses. Hoe zit het eigenlijk met die stakingsopkomst vandaag? Wordt daar gevolg aan gegeven? Er wordt zeker en vast gevolg aangegeven als wij zien dat slechts ongeveer 1 kwart van de treinen rijdt. Dan is de stakingsbereidheid groot. Om u een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld hier in Antwerpen, het stakingspercentage bij de treinbegeleiding is 72%. En dat zijn toch wel cijfers om u tegen te zeggen. Hoe zit dat in Wallonië, in het zuiden van het land? In Wallonië wordt dat zeker ook zeer zwaar opgevolgd. Daar liggen bijvoorbeeld ook enkele seinhuizen stil. En rijdt er bijvoorbeeld zo goed als niets in de regio van Namur, maar ook in Luxemburg en bepaalde delen van West-Brabant rijdt er zo goed als geen treinen. Ja, het kwam al in de reportage aan bod. Jullie willen vooral meer investeringen, meer personeel ook. Maar er is eigenlijk een soort van mix van problemen. Kan je dat eens concreet maken? Wel, eigenlijk is het een beetje een scheefgetrokken situatie die er gekomen is door de jarenlange besparingen die de verschillende regeringen de spoorwegen hebben opgelegd. En nu begint alles inderdaad vierkant te draaien. Wij eisen inderdaad meer middelen naar de toekomst toe om de dienstverlening terug op een kwalitatief aanvaardbaar niveau te brengen, op een niveau waar de reiziger recht op heeft. Anderzijds eisen wij ook meer middelen om meer personeel aan te werven, want het personeelstekort is nog altijd veel te groot. En anderzijds ook meer middelen om een koopkrachtverhoging voor ons personeel te doen. Ja, er is nu eerst die 24-uren staking van de grote bonden. Dan volgt er een 48-uren staking van de treinbestuurdersvakbond ASTB. Ja, de reizigers die zijn daar natuurlijk de dupe van, nog maar eens. Klopt voor een stuk, maar de reiziger zal vooral de dupe zijn van die jarenlange besparing bij de spoorwegen. Hè. Van afgeschafte treinen, verkorte treinsamenstellingen, defecte treinen, defecte toiletten, defecte roltrappen in het station, defecte liften, vuile perrons, vuile stations, vuile trein, noem maar op. Ik kan zo nog lang doorgaan. Daar is de reiziger vooral spijtig genoeg al heel lang de dupe van. Dankjewel, Ramses Noffels. En je hoort het, hè, Wim, misschien voor wie kan toch maar het spoor mijden tot en met donderdag. En anders heel goed de app en de website van de NMBS raadplegen, waar dus 24 uur op voorhand de treinen die wel rijden zullen worden aangekondigd. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Matthias. Inderdaad, ook wie morgen of overmorgen de trein wil nemen, controleert dus best even of die wel rijdt. De staking duurt nog tot en met donderdag dus. Al zal de hinder morgen en overmorgen wellicht minder groot zijn, zegt de NMBS. Dan is het dus de kleinere vakbond van treinbestuurders die staakt. Ook morgen en overmorgen zal er een beperkt treinaanbod zijn. Dan zullen er dan wel meer treinen rijden dan vandaag. Dus het gaat dan om de helft van het normale treinaanbod. Dus ook 1 op de 2 IC-treinen tussen de grote steden en 1 op de 2 lokale treinen en voor stedelijke S-treinen. Wie morgen de trein wil nemen, die kan nu al terecht op onze reisplanner, want daarop staan ook nu al de treinen die morgen effectief zullen rijden. Neem je donderdag de trein, dan kan je dat vanaf morgenochtend. Steeds meer jongeren zijn bereid om hun bankgegevens door te geven aan iemand die ze niet kennen in ruil voor geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Bankenfederatie Febelfin. Die jongeren worden dan zogenoemde geldezels voor criminelen die hun bankgegevens gebruiken om gestolen geld door te sluizen naar een andere rekening. En op die manier wordt misdaadgeld witgewassen. Sommige jongeren die erop ingaan beseffen niet dat ze medeplichtig zijn aan strafbare feiten. Zo begon het. De zoon van Magda was 18 toen hij op sociale media benaderd werd door een onbekende die vroeg of hij op een snelle manier geld wou verdienen. Arto gaf zijn bankkaart en code aan die persoon die hem €9.000 beloofde. Maar dat had grote gevolgen. Hij heeft dan van alle simkaarten en bankkaarten moeten aanvragen. Hij moest dat met die mannen afspreken in Antwerpen. Die hebben hem daar dan staan opwachten om daar dan de accounts te activeren via de kas aan de bank zelf. Dat lukte dan niet. Dan is die persoon weggegaan en dan is hem ietsje verder door 3, 4 personen in een auto getrokken. Heeft hem zijn identiteitskaart moeten afgeven. Arto werd nog een tweede keer ontvoerd en met een vuurwapen bedreigd. Zijn identiteit werd gebruikt om andere mensen op te lichten voor een bedrag van €35.000. Maar hij ziet volgens zijn moeder niet in dat hij iets strafbaars deed. De jongeren zijn wel degelijk strafbaar, want ze werken eigenlijk mee aan het witwassen van frauduleus verkregen geld. Er kunnen gerechtelijke straffen aan verbonden zijn, taakstraffen, maar bijvoorbeeld ook dat het moeilijker kan worden om nog klant te worden bij een bank. Jongeren groeien op met het internet en sociale media, toch zijn ze digitaal niet zo weerbaar als we denken. Zo is Arto slachtoffer, maar ook medeplichtig. En dat heeft een grote impact op de relatie met zijn moeder. Het vertrouwen in Arto, voor mezelf een beetje veiligheid. Omdat we toch ook wel doodsbedreigingen hebben gehad, waar daar duidelijk ons adres op staat. Je voelt je eigenlijk niet veilig in je eigen huis. Elke auto die voor de deur stopt of er een lange tijd staat, dan zijn ze wel wat argwanig ook. Ja. Leeft u nu verder in angst eigenlijk, als ik dit zo hoor? Toch wel een beetje. De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, is in de voorbije maand november gedaald. De inflatie bedraagt nu ruim 10%. Dat wil zeggen dat het leven nu gemiddeld 10% duurder is dan in november vorig jaar. In oktober bedroeg dat inflatiecijfer nog ruim 12%. De inflatie blijft dus erg hoog, maar de stijging is wel gestopt. En dat is belangrijk nieuws, zegt onze economiejournalist Michiel van Roggenbroek. De inflatie stijgt niet langer. En dat is toch het belangrijkste nieuws uit dat cijfer van de maand november. En daarmee lijkt inderdaad de piek te liggen van die inflatie in oktober, toen die meer dan 12% bedroeg. Nu is die dus gezakt naar iets meer dan 10%. En de reden voor die daling is toch vooral omdat de gasprijzen de voorbije maanden flink zijn gezakt. Zeker in vergelijking met de piek eind van de zomer. Dat wil niet zeggen dat alles goedkoper is geworden in november. Integendeel, zelfs voeding bijvoorbeeld is nog flink duurder geworden. Of dit nu de grote kentering is en of die heel hoge inflatie verleden tijd is, dat zal pas de volgende maanden blijken. In elk geval, ook een inflatie van 10% blijft natuurlijk veel te hoog. Vanmiddag wordt de eerste Vlaamse voedseltop gehouden in Roeselare. Daar stelt minister van Landbouw Broens de Vlaamse voedselstrategie voor. De speerpunten daarvan zijn duurzaamheid en innovatie. En in de proeffabriek van het ILVO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, ontwikkelen ze alternatieve eiwitten voor de voedingsindustrie. Nu worden nog altijd veel dierlijke eiwitten gebruikt en dat is minder duurzaam. De Belg is een Bourgondiër, houdt dus van lekker eten. Als je het eiwitpoeder ziet dat in deze machine wordt gedaan, begin je niet meteen te likkebaarden. Toch komt hier een product uit dat een basisingrediënt is voor de voedingsindustrie. Een plantaardig eiwit dat de vezelige structuur van vlees heeft. We worden met lokale producten werken, bijvoorbeeld geen soja, maar eigenlijk een lokaal Belgische product. Dus de erwten zijn eigenlijk de basis van onze producten. En ook de vetstof die is lokaal. We werken met koolzaadolie, dus we werken met geen kokos die ook van de andere kant van de wereld zou moeten komen. Dus het is eigenlijk allemaal met lokale ingrediënten dat we willen werken. Steeds meer mensen zijn op zoek naar alternatieven voor vlees. Het merendeel wil iets dat op vlees lijkt. Qua smaak, geur en textuur, komt het in de buurt van het klassieke voorbeeld? 100% niet. Een vleesliefhebber die gaat natuurlijk naar zijn hamburger snakken. Maar dit is zeker een alternatief. De echte verslaafde niet. Die gaat voor het vlees. De gewassen die vandaag het meest gebruikt worden zijn kikkererwten en soja. Stilaan worden die ook in ons land geteeld. Het biedt mogelijkheden voor landbouwers die willen omschakelen. Toch is er nog veel onderzoek nodig. Op dit moment zijn er zeker al producten in de winkelrekken beschikbaar. Maar ook bijvoorbeeld naar gezondheid toe, zoutgehalte, vetgehalte, zijn er nog heel wat uitdagingen die beter kunnen in die nieuwe producten. Om de voedselproductie duurzamer te maken investeert minister Broens 12 miljoen euro per jaar. De vraag is of dat voldoende zal zijn om iedereen in de voedselketen eerlijk te verlonen en om het voedsel betaalbaar te houden voor de consument. We zien vandaag inderdaad, ook als je naar de wereld kijkt, heel veel mensen die geen toegang tot voeding hebben. Dus toegang tot gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel is inderdaad voor ons een heel belangrijke pijler van de nieuwe voedselstrategie. Dus door die efficiëntiewinsten die ook voortkomen uit innovatie, moeten we de kosten nog meer kunnen drukken dan vandaag, waardoor het inderdaad ook betaalbaar moet blijven. In China hangt op veel plaatsen in het land een gespannen rust na de hevige protesten tegen het zero-covid-beleid van het afgelopen weekend. Onder meer in Shanghai en andere grote steden is de Chinese politie massaal aanwezig om nieuwe protesten te verhinderen. Maar toch blijven Chinezen op straat komen om hun onvrede te uiten. Deze beelden konden gedraaid worden in Hangzhou, een stad niet ver van Shanghai. Betogers worden meteen afgevoerd, al gebeurt dat niet zonder slag of stoot. Gelijkaardige taferelen in Shanghai zelf, waar het ook onrustig blijft. Maar de politie is nu massaal aanwezig. Wie zich toch verzet, wordt opgepakt. Hier, maar ook in andere grote steden, zoals Peking, controleert de politie de telefoons van voorbijgangers. Ze willen weten of er geen beelden of foto's van het protest op staan. Die worden dan meteen gewist. In buurten waar afgelopen weekend geprotesteerd werd, zijn grote panelen in het straatbeeld verschenen om nieuwe protesten te verhinderen. Toch betekent dit niet het einde van het protest. Onder meer de inwoners van Hongkong tonen hun solidariteit met de Chinezen op het vasteland. Voorlopig laat de politie begaan. 我覺得就應該喺呢個時候咧，對國內首先就係烏魯木齊死難同胞表示一種悼念啦，同埋對嗰啲上街嘅學生同埋市民咧集會嘅市民咧表示一種聲援同埋支持咯。 De Chinese overheid lijkt intussen zeer beperkte aanpassingen te willen doen aan het strikte zero-covid-beleid, de aanleiding voor het protest. Maar of dat voldoende is om het protest te smoren, is onwaarschijnlijk. Dit koppel trekt in de zuidelijke stad Kunming de straat op door verboden protestliederen te zingen. Samen met het Witte Blad, intussen het symbool van deze uitzonderlijke protestbeweging. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie, zitten op dit ogenblik samen in Boekarest, in Roemenië. Ze bekijken hoe ze zo snel mogelijk extra steun kunnen geven aan Oekraïne, vooral om de koude winter door te komen. De Amerikanen zouden onder meer extra wapenleveringen aankondigen, maar er zullen ook generatoren worden gestuurd, want bijna een derde van de energieinfrastructuur in Oekraïne is beschadigd. Poetin gebruikt de winter als een oorlogswapen, zegt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. He is responding with more brutality, attacking gas infrastructure, power lines, and trying to deprive the Ukrainians of water, electricity, light, and heating. Therefore, we need to support Ukraine because what we see is that President Putin is trying to use winter as a weapon of war. Op Hawaï, een Amerikaanse eilandengroep in de Stille Oceaan, is de grootste vulkaan ter wereld na bijna 40 jaar opnieuw actief geworden. Lava en hete as stromen van de flank van de Mauna Loa-vulkaan naar beneden. Bewoonde gebieden worden niet meteen bedreigd, maar zo'n 200.000 inwoners van Hawaï's grootste eiland, Big Island, zijn wel gevraagd om zich klaar te houden voor evacuatie. De Menenpoort komt geregeld in beeld bij herdenkingen, maar wat in beeld niet altijd te zien is, de poort heeft een grondige renovatie nodig. Dat zien we straks nog. Katrien, wat is er aan de hand bij de Rode Duivels? Dat is een goede vraag, Wim. De Rode Duivels spelen donderdag een match van alles of niks tegen de vice-wereldkampioen Kroatië. Ze moeten zich herpakken na twee zwakke prestaties tegen Canada en tegen Marokko. Maar het loopt stroef. Op dit moment is er een persconferentie aan de gang. Eden Hazard en Thibaut Courtois komen aan het woord. Gisteren was nog aangekondigd dat Yannick Carrasco en Arthur Theate met de pers zouden praten. Dat is daarna nog een paar keer gewijzigd. Theate en Carrasco werden eerst vervangen door aanvoerder Eden Hazard en recordinternational Jan Vertonghen, maar Vertonghen kwam dan toch niet, vanwege praktische redenen werd gezegd. Een andere sterkhouder, Thibaut Courtois, is er in zijn plaats. Ruben van Gucht, het is een stoelendans daar. Geeft dat aan hoe gespannen de situatie is? De situatie is inderdaad gespannen en die was dat natuurlijk eigenlijk al na Canada en nog meer na Marokko. Maar er is wel een uitleg gekomen waarom die stoelendans heeft plaatsgevonden. De perswoordvoerder van de voetbalbond, Stefan van Loock, die heeft zelf de wijziging van Arthur Theate en Yannick Carrasco gisteravond pas doorgekregen. Die was zelf naar een wedstrijd gaan kijken, was ook pas laat in het hotel. En daardoor is die mail op een heel vreemd moment binnengekomen. Om 2:30 Qatarese tijd, vannacht dus, werd er uiteindelijk aangekondigd dat Jan Vertonghen en Eden Hazard op die plaats zouden zitten. En vanochtend kwam er dan een nieuwe mail. Geen Jan Vertonghen, wel Thibaut Courtois. En dat heeft te maken met praktische redenen. Hij zou een aantal verplichtingen hebben voor de voetbalbond. Zijn programma dat hij moet afwerken, medisch dan, om te herstellen na de wedstrijd tegen Marokko. Dat matchte niet helemaal met die persconferentie. Dat is de uitleg die ons gegeven wordt. En dus nu op dit moment bezig. Eden Hazard en Thibaut Courtois, we kunnen u daar helaas geen quotes uit laten horen, omdat quotes pas kunnen getoond worden na afloop van die persconferentie. Ja, maar jij hebt daarnet wel een stukje van die persconferentie kunnen volgen. Wat is daar al gezegd? Op dit moment is Eden Hazard bezig. Die is er als eerste aan begonnen. Die heeft wel een aantal dingen gezegd. Uiteraard is hem meteen gevraagd: waarom zit jij hier? Wou jij absoluut zelf iets zeggen? Ze hebben gisteravond een lang groepsgesprek gehad van een dik uur met iedereen erbij om alles even op tafel te leggen. En daarna is besloten, kijk, het is op dit moment niet aan Arthur Theate of Yannick Carrasco. Carrasco eventueel wel nog, maar goed. Om te spreken met de pers, het is aan twee kapiteins van de ploeg, namelijk mezelf en dus uiteindelijk ook Thibaut Courtois om het woord te nemen. Er is hem voorgelegd wat er tussen hem en Jan Vertonghen aan de hand is. Niks, zei hij, of toch heel weinig. Er wordt heel veel geschreven, er zijn heel veel geruchten, maar eigenlijk tussen ons is er weinig aan de hand. In de kleedkamer is er niks gebeurd achter de wedstrijd. Het zijn de woorden van Eden Hazard, voor alle duidelijkheid. En we hebben gisteren ook geen speciale woorden gehad. Uiteraard heeft Jan mij gevraagd of ik een dag voor de wedstrijd gezegd heb dat de verdediging inderdaad te traag is. En daar heb ik gezegd, ja, ik heb dat gezegd, maar Jan kent mij. Dat was mij al lachend bedoeld. Dat was met een knipoog en er is voor het overige geen aanstoot aangegeven. Dus je hebt de indruk dat op dit moment, en ik vermoed dat dat ook de toon zal zijn van het gesprek bij Thibaut Courtois, dat zij de rangen willen sluiten, dat zij niet verder willen ingaan op wat er effectief misschien gebeurd is. Want op dit moment ontkennen ze het natuurlijk. Dus wij kunnen alleen maar afgaan op hun woorden. De rangen sluiten en de focus op de wedstrijd tegen Kroatië. Dankjewel, Ruben. We laten je de rest van de persconferentie volgen. En vanavond breng je dan verslag uit. Op de wereldbeker zit de tweede speeldag er helemaal op. En 3 ploegen zijn zeker van de volgende ronde. Naast de titelverdediger Frankrijk en de grote favoriet Brazilië is dat Portugal. De ploeg van vedette Cristiano Ronaldo kon zich gisteravond plaatsen door te winnen tegen Uruguay. Het werd 2-0. De afwerker was 2 keer niet de gretige Ronaldo, wel Bruno Fernandes. Ophef was er ook door een protestactie van een veldbestormer. Dit zijn beelden die de Wereldvoetbalbond FIFA eigenlijk liever niet laat zien. Een veldbestormer met een regenboogvlag die aandacht wil voor de Holibi-gemeenschap, de oorlog in Oekraïne en voor vrouwenrechten in Iran. De man in kwestie wordt na een nacht in een Qatarese cel weer vrijgelaten. Het zou gaan om een Italiaan die niet aan zijn proefstuk toe is. Op de wereldbeker van 2014 in Brazilië liep hij het veld op tijdens België versus de Verenigde Staten. De wedstrijd zelf dan, die bol staat van de spankracht. Op aangeven van Bruno Fernandes lijkt Cristiano Ronaldo hier te scoren met het hoofd. Maar echt zeker is dat niet. Hangt er een klein beetje Briantine aan de bal. Ik weet het niet hoor. Nee, hij raakt hem niet. Hoe hard Cristiano Ronaldo en zijn lookalikes in de tribunes het kopbaldoelpunt ook claimen, de 1-0 komt toch op naam van Bruno Fernandes. Uruguay is niet echt onder de indruk en creëert de ene kans na de andere. Plots is daar de ingevallen Maxi Gomez. Maxi Gomez, de paal! Helemaal op het einde is er nog een penalty voor Portugal nadat Jiménez de bal met de linkerhand raakt in het strafschopgebied. Bruno Fernandes maakt van op 11 meter in zijn gekende stijl zijn tweede doelpunt van de avond. Tot groot ongenoegen van de vele meegereisde fans uit Uruguay. En in minuut 9 van de toegevoegde tijd is het bijna nog eens raak voor de man van de match. Bruno Fernandes, de paal! Net geen zuivere hattrick dus voor Bruno Fernandes. Portugal wint wel met 2-0 en speelt de achtste finales. Uruguay is nog niet uitgeschakeld. Straks gaat op het WK de derde speeldag van start. In 2 groepen valt dan de beslissing. Om 20:00 is dat in groep B. Wales speelt tegen Engeland en Iran tegen de Verenigde Staten. En dat is een erg beladen duel. In Iran zelf is het al een paar maanden onrustig en zijn er protesten tegen het regime. De spelers van Iran zongen in hun eerste WK-match erg opvallend het volkslied niet mee. Er zijn ook politieke spanningen tussen de twee landen, Iran en Amerika, al decennia lang. In 1980 verbrak de VS alle contacten met Iran na de Islamitische Revolutie. Verder was er de afgesprongen nucleaire deal en de gedode Iraanse generaal die werd beantwoord met raketten. De match tegen de Verenigde Staten is dan ook heel geladen. In Los Angeles wonen veel Iraniërs, benieuwd om te weten hoe zij tegen de match aankijken. I myself a little bit in two minds because yes, there are lots of issues which are unacceptable, but at the same time, you know, I would love to separate politics and religion from sports. I am very sad because the player playing for the Iran and I wish they won't win because Lots of people are in Iran suffering. Good people in Iran, they don't want this play to happen because they are so upset and they are losing loved ones. Ook op de persconferentie van de Amerikaanse spelers zorgt een Iraanse journalist voor een portie spanning. You're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear. Second of all, are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? My apologies on the mispronunciation of your country. It's a process. I think as long as you see progress, that's the most important thing. Naast de gevoeligheden is de match ook sportief interessant. De Verenigde Staten moeten winnen en de Iraniërs staan voorlopig tweede in de groep op 1 punt van Engeland en 1 punt voor de Verenigde Staten. Dat belooft hoogspanning. Ja, dat is voor 8 uur. Om 4 uur valt de beslissing in de groep van Nederland. En dat is allemaal te zien bij Sportza. Nederland-Qatar zit op 1 en Ecuador-Senegal op canvas. Dankjewel, Katrien. Wat je hier ziet is dan ook het voegwerk dat heel vervuild en verweerd is. Dus we gaan ook overal gaan kijken waar we dat kunnen hernemen. Dus het voegwerk wordt uitgehaald en wordt met een passende kalkmortel dan opnieuw opgevoegd. Na natuurlijk een volledige reiniging van de natuursteen. Er zijn grootse plannen in Ieper, want de wereldberoemde Menenpoort krijgt vanaf het voorjaar van volgend jaar een grondige opknapbeurt. En die zal 2 jaar duren. De poort is in 1927 officieel ingehuldigd om de Britse soldaten te eren die geen gekend graf hebben na de Eerste Wereldoorlog. Maar na bijna een eeuw is een restauratie meer dan nodig. Enkele jaren na het einde van de Eerste Wereldoorlog begon in Ieper de bouw van de Menenpoort. In 1927 was het gebouw klaar. En bijna 100 jaar later worden onder de poort de documenten ondertekend voor de restauratie. Vlaams minister Diependalen trekt daarna naar het dak van de Menenpoort, want de Commonwealth War Graves Commission dat de poort beheert, heeft daar problemen ontdekt. Ik hoef u niet te zeggen als er water binnenkomt via een dak dat dat schade aanbrengt aan de rest van het gebouw. Dus er komt water binnen in de muren, achter de panelen, er komen verkleuringen, uitbloeiingen. Dus dat moeten we vermijden om verder schade te voorkomen. Dus de dakdichting wordt vernieuwd. En daar brengen we dan ook een ecodak op aan met sedumplanten. Daarnaast worden ook de gevels en de natuursteen grondig aangepakt, want ook daar heeft de tijd zijn werk gedaan. Hier zie je bijvoorbeeld wat metaal op de natuursteen kan veroorzaken. Dus die heeft voor die groen-blauwe verkleuring gezorgd. En dat is een van de dingen dat we gaan reinigen met een speciale pasta om eigenlijk die verkleuring daaruit te trekken. Wat dat je dan hier ziet is dat het verval iets verder is gegaan. Hier heeft het niet alleen verkleuring gezorgd, maar eigenlijk ook voor het barsten van de natuursteen. De prijs van de restauratie ligt nog niet vast, maar de War Graves Commission betaalt het grootste deel. Stad Ieper investeert €300.000 en Vlaanderen geeft via toerisme en erfgoed 1,6 miljoen om de herinnering aan de Grote Oorlog te bewaren. En die Menenpoort helpt om dat verhaal te vertellen. Hier staan 54.000 namen in steen gebeiteld van mensen die tijdens of na de oorlog nooit teruggevonden zijn, die dus vermist zijn. Ik denk dat we dat moeten duidelijk maken aan jongeren. Vrede is niet vanzelfsprekend, daar moet altijd aan gewerkt worden. Zeker de dag van vandaag is die boodschap nog zoveel belangrijker. Om 10 uur gisteravond zijn de spoorvakbonden begonnen aan een 72-uren staking. De vakbonden vragen meer investeringen in het spoor en klagen het personeelstekort aan. Graag tot vanavond. Heel fijne dinsdag nog. Ik wacht hier al ongeveer een uur. Vind ik een beetje schandalig, maar ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de reiziger weet dat wij dit ook voor grotendeels voor hen doen, voor hun dienstverlening. Dat ze dat op een andere manier onder grieven uiten. Hè. Als wij zien dat slechts ongeveer 1/4 van de treinen rijdt, dan is de stakingsbereidheid groot. Ook morgen en overmorgen zal er een beperkt treinaanbod zijn. Dan zullen er dan wel meer treinen rijden dan vandaag. En daar is uw trein. Ja, nu ben ik blij. Beleef het WK-voetbal nog intenser met de Sportza WK-pronostiek. Maak een competitie aan en neem het op tegen je vrienden en bekende gezichten.